ben Steven Kamstra. Ik ben 9 jaar oud en ik woon in Dokkum. Ik zit in groep 7 van de CBS De Bron. In mijn vrije tijd doe ik graag aan muziek. Maud, wat gebeurt je van de middag? Vandaag wordt de nieuwe kinderburgemeester gezocht. Wat is dat, een binnenburgemeester? Een kinderburgemeester die mag samen met de burgemeester bij allemaal activiteiten aanwezig zijn. En als sisto bij een jury, wat doe je in jury precies? We schrijven op hoe de kinderen het doen, of ze duidelijk spreken en als ze goed geschikt zijn. En hoe doen ze het? Ik vind dat ze het heel goed doen, ja. Dit niks op, maar het liep het wel leuk. Ik vind dat ik geschikt ben als kinderburgemeester, omdat ik graag mensen help. En vooral kinderen. In een sollicitatie nodig ik stier dat de bernburgemeester er van harm had om in de belangstelling te staan. Zelfs bij u zien wapen regelmatig een playbackje of musical houden. En dat soort dingen dacht ik altijd om mij, dat vind ik, omdat ik dat heel dol te gek vind. Ik kan ook heel goed toespraken houden. Ik ben niet bang om voor grote groepen mensen te staan. Wat vind je van de concurrentie? Wel goed op zich. Er zit wel goed in bij. Heeft het nog iets jet? Jet weer vast op 80. Oh, hier dat nog maar in die speech hoor. Nou, vast wel, maar dat weet ik zo net niet. Dat is wel een belangrijke eigenschap, hè, als burgemeester. Goed luisteren. Ja. Want kinderen zijn en hebben tenslotte de toekomst. Ik vond het heel goed gegaan. Ja, ik eigenlijk, ik Bob. Oké. Wat is die geheim? Hoe kan het dat toch zo goed praten is voor zo'n grote groep mensen? Ik ben niet heel erg bang om voor grote groepen mensen te staan. Van wat maak je ook heel geschikt als kinderburgemeester? Je wilt het heel graag worden. Je hebt ook een aantal dingen genoemd die je graag zou willen doen voor kinderen. Maar dit lijkt me toch wel spannend. Ik bedoel, de burgemeester zit er, de binnenburgemeester zit er. Het zit er hier al je squal binnen. Die zit al in de dijk te zien. Ja, het is ook wel spannend, maar ik ben niet echt bang. En hoe hast je die voorbereid? Oh, gewoon heel goed uit mijn hoofd vullen. Geoefend. Volsta ik nu met het noemen van de drie genomineerden. De eerste genomineerde is Nienke Temme. De tweede genomineerde is Alessietse Talsma. En de derde genomineerde is Siska Hartendorp. Maar er kan er maar één, kan er de winnaar zijn. En degene waarvan wij vonden dat die er toch net even iets overtuigend was. Overtuigend, maar ook echt zichzelf. En dat is Nienke Temme. Nienke Lokwijske. Ja, bedankt. Wie is dit verwachten? Nee, net eigenlijk. Ik kom niet van die oren beter, dus ik iets helemaal met verwacht. Nee, nog niet. Hoe viel dit nou? Ja, geweldig. Ik ken hem net helemaal leeuwen, maar het is toch echt, ik ben helemaal te shaken. Doei. Wat ben je honden, man? Ik zeg hier een vonnis krijg te verzetten. Aha. Maar ik wil wat eten, hè. Van binnen jouw ponies? Ja. Ja. Ze ben maar iets. Ja. Ja, dat is dit vermaard, hè. En heb je die wat voor de hobby, of? Ja, dat is puur hobby. Rieden je er wel eens op om? Nee, dat valt net af, hoor. Dan pakken ze me misschien ook nog voor dierenmishandeling. Dat maakt me net, hoor. Oké, nee. Nee. Maar gewoon een beetje voor het onsjog, hè, of? Ja, gewoon, ja. Dingen haar doden en oren had. Ja. Vogeltjes en ik gaan pepponies. En heb ik nam? Jawel. Ja, die naam.
Vertel. Nou ja, dat weet ik zo net in de hoor. Maar is er zelf een naam jong of is er dan een stamboeknaam of nee, zo? Nee, dat is me nog even bij mij geboren. Oké. Okay. Op Ingenij. En de Hoornboog. Maar je weet er vast nog wel in je namen. Jawel. Maar welke moet je dan weten? Nou, bijvoorbeeld die witte, hoe heet die? Die witte, die apeloze. Dat is een... Oké, een brasserie, hè? Femke. En die zwarte? Dat is een Fanny. Fanny. En die brune? Een Paula. En die orenbrune? Dan Tamara. Dus je bent een echte boetenman? Ja. Ja. Een echte woordpiek? Dat heb ik nog. Maar ja, wat mij er meer van zeiden. Nou, ik net. Ik net. Nee.